De Tweede Wereldoorlog is een belangrijke periode uit de moderne geschiedenis en hij maakt dan ook onderdeel uit van de examenstof. In deze video gaan we eens kijken hoe die Tweede Wereldoorlog begon. En dan kunnen we natuurlijk niet om de persoon van Hitler heen, want Hitler die deed allerlei beloften aan de Duitse bevolking en dat zorgde ervoor dat uh, de nationalistische gevoelens in Duitsland ook versterkt werden, want Hitler maakte zijn beloften zwaar. Hij zei bijvoorbeeld dat hij een einde zou maken aan die economische crisis in Duitsland, aan die grote werkloosheid en die armoede. En dat lukte hem ook. Steeds meer mensen kregen weer werk, er werd weer meer geld verdiend, de Duitse economie groeide weer. En dat maakte de Duitsers trots. En Hitler die ze ook dat hij een einde zou maken aan de bepalingen van het verdrag van Versailles. En dat was iets waar de Duitsers graag van af wilden, want ze voelden zich heel erg benadeeld door dat verdrag, wat na de Eerste Wereldoorlog was afgesloten. En veel Duitsers wilden dan ook wraak op het buitenland, omdat ze dat uh, verdrag door de strot hadden geduwd bij de Duitsers. Nou ja, Hitler ging daarop in, want hij is heel simpel, wat je hier ook ziet, ziek over Versailles bijvoorbeeld. Hè, dus met dat hakenkruis, wat dan door Versailles gaat heen uh, scheuren eigenlijk. Zegen over Versailles, we gaan Versailles overwinnen. En um, nee, dat sloeg wel aan, want uh, Duitsland moest grondgebied afstaan in dat verdrag van Versailles. En we hebben in de vorige video's ook al gezien, met bijvoorbeeld die Angelus van Oostenrijk, dat Hitler het Duitse grondgebied weer ging uitbreiden. Ook dat maakte de Duitsers trots en dat versterkte het nationalisme. En Hitler ging ook eh, werk maken van het Duitse leger weer sterker maken, hè, dat herbewapenen. Mocht niet volgens het Verdrag van Versailles en hij ging het nu toch doen. En ook daardoor hadden veel Duitsers zoiets: van zie je wel, we horen er weer bij, we zijn een groot en sterk volk waar we trots op mogen zijn. En veel Duitsers zagen dus dat Hitler heel veel voor elkaar kreeg in het buitenland ten opzichte van de andere landen. Zoals bijvoorbeeld ook het sluiten van het niet-aanvalsverdrag met de Sovjet-Unie. He, dat hebben we in een eerdere video ook al gezien. Maar dit zorgde er in ieder geval voor dat er een twee zou worden voorkomen. Door, voor Duitsland. als er ooit een grote Europese oorlog uit zou breken. Want kijk maar eens even naar de kaart van Europa hier. dan zie je daar dat grote gele land, het Duitse Rijk. En dan zie je dat dat ingeklemd ligt aan twee kanten tussen andere grootmachten. in het westen Groot-Brittannië en Frankrijk. en in het oosten de Sovjet-Unie. En Duitsland wist, en Hitler wist dat natuurlijk ook. Als er ooit een oorlog zou komen in Europa, dan zouden wij van twee kanten kunnen worden aangevallen. Dat moeten we voorkomen en dat niet-aanvalsverdrag zorgt daar ook voor dat dat oostfront wegvalt. Als er een oorlog zou komen, dan hoeft Duitsland alleen maar in het westen te vechten. Nou, en dat was voor Hitler dus het laatste zetje om aan zijn veroveringen te beginnen, want op 1 september 1939 valt Duitsland Polen binnen en dat is het begin van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Want op dat moment zeggen Groot-Brittannië en Frankrijk... oké, okay, Hitler, nu ben je echt te ver gegaan. Wij verklaren jou de oorlog. En uh, daarmee wordt er dus een grote oorlog. Maar in het begin is Duitsland vooral heel erg succesvol. Want de tactiek van Duitsland die werkt heel goed. En die tactiek, dat is de blitzkrieg. Dat is een snelle en bewegelijke oorlogsvoering. Dus heel snel met heel veel uh, snel materieel oprukken... en dan de tegenstander zo overrompelen en grote gebieden veroveren. En als je naar de kaart van Europa kijkt, dan zie je... Ook dat uh, Hitler in 1939 en 1940 grote delen van Noord- en West-Europa veroverd. Ja, je ziet op deze kaart bijvoorbeeld ook dat Italië een bondgenoot is van Duitsland. En uiteindelijk komen er dan ook twee grote bondgenootschappen tegenover elkaar te staan tijdens die Tweede Wereldoorlog. En dat zijn aan de ene kant de asmogendheden en aan de andere kant de geallieerden. En bij die asmogendheden hoorden Duitsland en dus Italië en ook Japan... En bij de geallieerden hoorde Groot-Brittannië, de Sovjet-Unie vanaf 1941, als dat niet aanvalsverdrag wordt opgezegd. En ook de Verenigde Staten, ook vanaf 1941. komen we later ook op terug, rond pas vanaf dat jaar. Maar je ziet hier op deze kaart al dat veel meer landen zich aansluiten bij een van de twee bondgenootschappen. En uiteindelijk wordt die Tweede Wereldoorlog op twee plekken in de wereld heel erg uitgevochten. Uh, ten eerste Europa en ook Noord-Afrika. En ten tweede. Oost-Azië. Dus op verschillende plekken in de wereld werd er gevochten. Heel veel landen waren er ook bij betrokken van over de hele wereld. En je kunt het dus ook met recht een wereldoorlog noemen.